Afgelopen donderdag was minister Van Nieuwenhuizen, hoofdverkeer en waterstaat, VVD-corrivé, dromend van een vrouwelijke premier voor dit land. De gast bij Eva Jinek. Ze mocht vrij uitgebreid vertellen over haar dagtocht naar de Achterhoek om de droogte te zien. De gevolgen van een tweede warme en extreem droge zomer op rij. Het was er, vertelde ze, erg droog. Het was dor. De mais groeit niet zoals de mais hoort te groeien. Ze zag boeren wederom in de problemen komen. Ze had het allemaal met eigen ogen gezien en vertelde er met droge ogen over. De rest van Nederland lijkt er niet erg mee bezig met rivieren. Gewoon stromen, er is geen verzilting in het westen. In Wassenaar en Middelburg kunnen wij gewoon onze tuinen besproeien en de auto wassen. Waarbij opgemerkt dat een kwart van de wereldbevolking alle plekken woont waar de watervoorziening in gevaar aan het komen is. Wat me opviel, los van de ruimte die mevrouw Van Nieuwenhuizen kreeg om een wat nietszeggend praatje te houden, los van het feit dat de heren Maxime Hartman en R. de Vries er een aantal keren doorheen zaten om elkaar wat dolkomische vliegen af te vangen. Wat me opviel was dat het hele item maar één keer raakte aan, laten we zeggen, de oorzaak van de droogte, de hitte, de problemen in onze waterhuishouding. Het begint met het klimaat en eindigt niet meer op verandering, maar op crisis. De enige vraag die daaraan wel raakte, bracht mevrouw Van Nieuwenhuizen in dat er verschillende wetenschappelijke inzichten zijn over de invloed van de mens, waarna ze nog maar eens wees naar het klimaatakkoord, dat dit kabinet toch maar, et cetera, et cetera. Het eerste deel van het antwoord is niet zomaar op toevallig. Als zij en het kabinet ook echt de ernst van de situatie inzien en echt werk maken van grote maatregelen en transities, dan trek je de basis van dat beleid niet in een bijzin in twijfel. Denk ik. Maar, vraagt u met een half broodje in de mond, waarom zou ze dat doen dan, Dolf? Dat doet ze, geachte luisteraar, omdat ze niet durft. Omdat ze vasthoudt aan iets dat hoort bij 10 of 20 jaar geleden. Dat doet ze omdat ze uiteindelijk oerconservatief en bang is. Bang voor echte verandering, bang voor de durf om voorop te lopen. Waarom ik dat denk? Een paar weken geleden had ze het in een interview in Elsevier over haar afkeer van rekeningrijden en het recht dat mensen moeten hebben om elk jaar naar Antalya te vliegen. Oftewel vasthouden aan wat je hebt en vooral niet echte maatregelen alleen om het auto- en vliegverkeer in te perken. En natuurlijk echte maatregelen om de veestapel tot een fractie van de huidige omvang terug te brengen. En natuurlijk stoppen met al die duizenden vervuilende containerschepen met spullen die we lang niet allemaal nodig hebben over de wereldzeeën te laten tuffen. Alle dingen die ik noem en waar de cora's van deze wereld mee door willen gaan, worden economische groei genoemd. Maar ook als u om u moverende redenen niet in klimaatverandering gelooft, we gaan eraan kapot. Mevrouw Van Nieuwenhuizen, geen moment kritisch bevraagd door topinterviewer Jinek, gaat wat doen aan de wateropvang voor de getroffen boeren, terwijl deskundigen al 20 jaar waarschuwen voor exact deze problemen. Maar dezelfde mevrouw Van Nieuwenhuizen laat Schiphol en het vliegverkeer zijn gang gaan en wil tot 2030 1.000 kilometer aan snelweg bij laten bouwen. Bij mij om de hoek is het plan om 14.000 bomen om te hakken voor de verbreding van de A9 en tatarara, een tankstation, zonder plek voor elektrische auto's. En ik heb het woord stikstofuitstoot nog niet eens gebruikt. Excellentie Van Nieuwenhuizen is voor mij een symbool van achterhaald beleid. Iemand die achterhaalde woorden, automobilistje pesten, betutteling, nodig heeft om zichzelf en anderen te overtuigen van haar gelijk. Laatste punt. Als je ongeveer een kwart van alle subsidies en belastingvoordelen die de fossiele industrie wereldwijd krijgt, zo'n $75 miljard per jaar, als je alle milieuschade niet meerekent dus. Jazeker, in plaats van de vervuiler betaald, wordt de vervuiler beloond. Als je een kwart zou gebruiken voor de transitie naar duurzame energie, zou je een aardig deel van de klimaatdoelen halen. Dus laat Shell en alle andere grootontwijkers gewoon hun belasting betalen en gebruik dat geld voor een duurzame toekomst. Het is maar een ideetje. Wellicht voor de eerste vrouwelijke premier van dit land. Maar dan wel op heel korte termijn, alstublieft.